En toch nog een vrolijke Brabander hier. Ja, dat kan je zeggen. Champions League thuis, 2-0 winnen. Niet makkelijk, maar ik denk aan het eind van de rit wel verdiend. En nou, heel belangrijk, na 3 wedstrijden 6 punten. Dus we zijn wat dat betreft goed op weg. Ja, kneep je hem, de eerste helft? Ah, kneep is een groot woord, maar PSV speelde goed, vond ik. Heel georganiseerd. We moesten wel geduldig zijn. Dat zeiden we ook tegen elkaar, van onze kansen komen. Die kwamen een paar in de eerste helft. PSV kreeg die ook. Ja, je kon zien dat beide ploegen zeer georganiseerd waren, elkaar weinig toelieten. Ja, en natuurlijk voor ons was het natuurlijk cruciaal dat we gelijk na rust met Bas Tost de 1-0 maakten. Ja, dat was het cruciale moment, dat was het moment van de wedstrijd, die ene minuut. Ja, dat brak de wedstrijd wel open, ja. Maken die goal, toen gingen we ook wat vrijer spelen, nou, dan komt de 2-0. Ja, dan ben je normaal eigenlijk van ons gewend dat je dan nog, zeker met de ruimte die je krijgt, doorloopt. Ja, aan het eind mag je nog blij zijn dat je in de blessuretijd nog een strafschop in ieder geval tegenhoudt met Diego Benaglio. Dus dan blijft het 2-0. Ja, van hekkensluiter tot koploper in groep B. Ja, zo was het geloof ik. Maar nee, je ziet in deze pool Manchester en CSKA spelen ook gelijk. Kan alles gaan. Ik heb gezegd van tevoren al van de wedstrijd tegen PSV, die kunnen beslissend zijn. Dus ja, over 2 weken moeten we naar Eindhoven. Dus wat dat betreft kan het voor ons goed uitpakken, maar dat zal een hele zware wedstrijd worden.